net als voor andere mensen in deze zaal, kwam de overwinning van de PVV niet echt als een grote verrassing, maar wel als een grote schok. Dat rechts over zo groot is geworden met een NSC, een VVD, een BBB en de PVV. Al die rechtspartijen bij elkaar, collectief, is rechts gewoon groter geworden. Ik wil eerst kijken naar hoe de overwinning kon gebeuren. Daarna wil ik het kort hebben over het fenomeen Wilders. Zijn inmiddels lange carrière van haat, verdeeldheid en fascistoïde retoriek. Daarna kijken we vooruit naar wat we kunnen verwachten van het komende kabinet en wat wij daarvan nu kunnen verwachten. Ik zal ook aanbevelingen doen voor activisten en een activistische lijn. Laten we in ieder geval vooropstellen dat Wilders een veroordeelde haatzaaier is. We weten ongeveer waarom mensen op de PVV hebben gestemd. Binnen de gevestigde media worden daar verschillende oorzaken voor aangewezen. Enerzijds zouden de afgelopen decennia aan neoliberaal beleid mensen het gevoel hebben gegeven dat ze steeds minder controle hebben over hun levens. Dus alles wordt duurder, we kunnen niks meer betalen, we kunnen nergens meer wonen. Anderzijds zou het zijn omdat men steeds meer tegen migratie is en tegen migranten. De tweede uitleg verklaart de overwinning een stuk beter. En dat blijkt ook uit verschillende kiezersonderzoeken. Op de korte termijn is de verklaring voor de monsterzegen te wijten aan het politieke spel van de VVD. En vooral Jasielkus, die meerdere keuzes heeft gemaakt om dit mogelijk te maken. Zo maakte Jasielkus van de PVV een samenveilige partij en een mogelijke coalitiegenoot. En wierp de PVV ook een cadeau in de schoot door te liegen over migratie. En dat is de verklaring op de korte termijn. Daar kan ik later nog wel op ingaan als dat nodig is. Maar de verklaring op de lange termijn is eigenlijk interessanter. Omdat op de lange termijn broeit de vreemdelingenhaat en de islamofobie al decennia. Onder Frits Bolkestein, een notoire provocateur, xenofoob en keiharde neoliberaal, werd de islam in de jaren 90 al een nieuw richtpunt voor racisten. Pim Fortuyn slaagde er tot zijn dood in om de islam tot centrale vijand te bestempelen. Hierbij geholpen door het context van de Westerse oorlog tegen terreur. De erfenis van Fortuyn werd vervolgens opgepakt door Wilders, die het een levensmissie maakte om moslims uit Nederland te verbannen. In mijn inleiding wil ik drie elementen uit zijn politiek uitlichten, om vervolgens stil te staan bij wat er nu te wachten staat. Wilders staat voor heel veel, waardoor het te hebben over zijn racisme tegen moslims, sociaal-economische positie en de LHBTQI, politiek, leuk zijn en extreemrechtse agenda duiden. Ja, dan gaan we even heel erg terug naar begin jaren 90, na de val van de Sovjet-Unie. het einde van de Koude Oorlog had de westerse heersende klasse niet één gezamenlijke vijand. Dat veranderde met de opkomst van fundamentalistische terreurgroepen als Al-Qaeda en de westerse imperialistische reactie erop. En dan moet ik ook zeggen, deze terreurgroepen zijn ook vooral opgekomen als een reactie op westerse imperialisme. Met oorlog in Irak en Afghanistan was het vijandbeeld van de moslims als de vijand van het Vrije Westen gevestigd. Amerikaanse propaganda en mainstream media hebben hier een enorme rol in gespeeld. Ook Nederland speelde een beperkte rol in de imperialistische oorlog in Afghanistan met steun van rechts, centrum en links. Ondertussen werd ook door opiniemakers openlijk herhaaldelijk de vraag gesteld wat de moslims zo anders maakt dan wij. Deze discourse in de media vormde een cruciale rugdekking voor de haat van Wilders. Ze namen daarmee het frame wij versus de moslims over. De vraag is of Wilders de afgelopen jaren geradicaliseerd is of niet. Ik denk het niet. Hij is vrij koersvast en is vanaf dag 1 van zijn afsplitsen van de VVD al een haatzaaiende islamofoob. Op de vraag of het een probleem is dat grote steden in Nederland, en ik citeer de BBC hier, niet langer dominant blank zijn, antwoordde hij met ja, dat vind ik een probleem. En dat was in 2005. Gevestigde politieke partijen als GroenLinks, VVD, CDA, PvdA wisten ondertussen niet wat zij met een haatzaaiende politicus aan moesten. Wilders weet goed de pijnpunten te vinden voor mensen die niet vertegenwoordigd worden door het politieke establishment. Maar Wilders overigens zelf ook een deel van uitmaakt als op dit moment een langzittende Tweede Kamerlid. Voor de werkende klasse is baanzekerheid gekelderd, huisvesting onzeker, de zorg steeds duurder en de boodschappen ook. Deze problemen worden niet door de gevestigde partijen geadresseerd omdat deze problemen inherent zijn aan een oneerlijk systeem als kapitalisme.
Daarmee lukt het die partijen ook niet om de woede te mobiliseren die onder mensen leeft. De gevestigde partijen houden het ondertussen vooral bij het parlementarisme om de haatpolitiek van Wilders te bestrijden. Zij zijn niet te zien tijdens demonstraties. Ik ben zelf een demonstratie is geweest, ik heb nog nooit een D66er gezien. Een schrijnend voorbeeld is de Nederland bekend kleurdemonstratie in 2008. Een demonstratie tegen de politiek van haat en specifiek ook tegen Wilders en de PVV. Meerdere partijen die uitgenodigd waren, zoals GroenLinks en de PvdA, lieten de organisatie van de demonstratie weten dat zij niet zouden komen. En in plaats daarvan Wilders in de Tweede Kamer wel te lijf zouden gaan. Vervolgens hebben ze zich ook nog tegen de organisatie gekeerd, omdat de organisatie een verkozen partij aanviel. Het is voor hun, voor de partijen, niet meer dan statements maken op tv en hopen dat men het 8-uur-journaal haalt. Wij willen dus al opstaan met een volgende racistische en xenofobe uitspraak. Het is duidelijk dat het weigeren van het adresseren van hele werkelijke economische problemen voor de werkende klasse en het vervolgens weigeren van, om de haat van Wilders direct te confronteren, bijvoorbeeld op straat of in een organisatie, dat niet werkt, dat het Wilders alleen maar in de hand werkt. Het politieke systeem is belangrijker dan strijden tegen mensen die dit systeem misbruiken. Een recent voorbeeld is Femke Halsema, die het doodnormaal vindt dat Martin Bosma, de partijideoloog van de PVV, een man die antisemitische theorieën aanhangt, die kwam naar 4 mei hier in Amsterdam, naar de 4 mei herdenking. Op de vraag of zij dat normaal vond, zei Femke Halsema ja, want hij is nu eenmaal gekozen. Ze weigerden daar ook een statement over te maken. Je mag je met zo'n houding afvragen of men de Kamerleden van de NSB weer in ere wil herstellen. Ze waren inmiddels in Beurs ook gekozen. Nu, bijna 20 jaar nadat Wilders bij de PVD vertrok, omdat die partij volgens hem niet islamofoob genoeg was, zien wij wat dat heeft aangericht. Nederland vindt het steeds normaler om immigranten te dehumaniseren. Het is genormaliseerd dat de islam en moslims geproblematiseerd worden. De overheid is in allerlei facetten structureel en institutioneel racistisch, waaronder DUO, het UWV, de politie, de veiligheidsdiensten als AIVD, de Belastingdienst, gemeentes, werkgevers en banken. Het hele systeem is meegegaan in de frames van Wilders en zijn compagnons. We zagen bij de toeslagenaffaire dat vooral mensen met een niet-westerse achtergrond door de Belastingdienst werden vervolgd. Het hebben van een dubbel paspoort werd gezien als een verhoogde kans op frauderen. En dat was genoeg om iemand op een lijst met fraudeurs te zetten. Het gevolg is tienduizenden verwoeste levens. Ook het DUO sloeg de controle op wat zij fraude noemen door, waar wederom mensen met een niet-westerse achtergrond bovenmatig geraakt werden. Ook werd bekend dat mensen die doneren aan moskeeën door banken snel op een lijst van bankrekeningen met verdachte transacties kwamen. Er is geen enkele reden om te denken dat het komende kabinet iets gaat doen aan dit soort structurele problematiek, omdat het de aard van deze problemen niet als probleem ziet. Doorgeslagen neoliberalisme en racisme. Ondanks dat de media proberen om hem te verkopen als milders, ik heb hekel aan dat woord, een mildere versie van Wilders, is hij alleen maar verder geradicaliseerd. Dankjewel. De frames die over hem worden opgehangen zijn schadelijk. Zo was hij recent bij een extreemrechts en fascistisch congres in Hongarije. Zijn bijdrage werd daar als gematigd verkocht en het zou een bestuurlijke toon hebben. Dat het daar überhaupt was, werd niet kritisch benaderd. En kritische vragen erover werden nog aan hem, nog aan zijn coalitiepartners gesteld. Partijen als Jobbik uit Hongarije, die zeer pro-Russisch zijn, anti-LGBT, anti-immigrant, gaven acte passants. Maar in Nederland werd Wilders als een mildere versie van zichzelf gepresenteerd. Terwijl Wilders in de eerste jaren van de PVV nog LGBTI'ers gebruikte als stok om moslims mee te slaan, het zogenaamde homonationalisme, zien wij dat hij de afgelopen jaren steeds opener is in zijn aanval op de LHBTI-gemeenschap.
Dit wordt duidelijk uit zijn opstelling over transzorg, maar ook over de seksuele voorlichting op school, waaromheen extreem rechts zich internationaal organiseert. Hij heeft ook meerdere keren geageerd tegen de genderwaanzin. Als hij al milder is geworden, dan is dat omdat hij nu een kans maakt om daadwerkelijk aan de macht te komen. Het is niet verstandig dan om al te veel roet in het eten te gooien. Te veel tegen arbeidsmigratie ingaan betekent dat de kassenboeren in het Westland hun werknemers kwijt zijn, of de distributiecentra van de Albert Heijn. Hij moet toch enigszins met het kapitaal meebuigen. Zijn sympathieën voor Rusland worden daarom even vergeten, net als zijn plannen om immigranten vast te zetten of het land uit te zetten. Zijn plannen om uit de EU te stappen en uit de NAVO ook. Zijn plannen om van Nederland een apartheidstaat te maken voor moslims zijn in de ijskast gezet. Daarmee is hij niet milder, hij is strategisch. En dat is de valkuil waar de media ook steeds intrappen. Milders is veel, maar dom is hij niet. Hij weet goed de aantijgingen van fascisme en soortgelijke bewoordingen te omzeilen. Het hier en daar een linksig standpuntje lijkt er nog heel wat, genoeg om gekarakteriseerd te worden als economisch links en cultureel rechts. Maar hij ziet dat de PVV geleidelijk aan steeds verder durft te gaan. De rechterhand van Wilders, zijn partijideoloog Martin Bosma, heeft de Tweede Kamer al de mond gesnoerd. Laurens Dassen van Volt werd teruggefloten toen die de partij extreem rechts noemde. Hiermee normaliseren de PVV en de Kamervoorzitter extreem rechts, terwijl vrijwel alle wetenschappelijke literatuur over deze partijen de partijen gewoon extreem rechts noemen. Het dient een doel. De PVV moet het nieuwe normaal worden en alles dat afwijkt daarom per definitie fout en absurd. Het komende kabinet wordt ook een ramp voor iedereen die niet kapitaalkrachtig is. Dat is iedereen in dit zaaltje, denk ik. Laten we eerst kijken naar migratie. Wie het stuk over migratie leest, in het overigens vrij onsamenhangende hoofdlijnenakkoord, ziet dat migranten praktisch geen rechten meer hebben straks. Hier even op een rijtje. Telefoons worden uitgelezen bij binnenkomst. Rechtsbijstand wordt beperkt. Grenscontroles worden ingevoerd. De mogelijkheid tot beroep wordt ook ernstig beperkt. Onder Europese en internationale verdragen en wetgeving mogen deze beperkingen op asiel- en immigratieproces niet. Voor moslims wordt het komende kabinet ook een nachtmerrie. Het staat er niet zo direct in het akkoord, maar wie de afgelopen jaren heeft opgelet weet wat er tussen de regels staat. Wanneer een akkoord het heeft over een slim verbod op ongewenste buitenlandse financiering, zegt daarmee feitelijk dat het al bestaande systeem waarbij moslims die aan moskeeën doneren, verdacht worden gemaakt, zoals nu gebeurt, dat dat doorgaat en dat moskeeën nog kritischer behandeld worden. De NCTV, die onder Dick Schoof, de waarschijnlijk aanstaande premier, haar taken enorm uitbreiden, krijgt straks nog meer bevoegdheden. De NCTV werd de afgelopen jaren gebruikt om activisten en islamitische organisaties te volgen en te infiltreren en meestal geheel buiten het mandaat van NCTV in. De partijen in de nieuwe coalitie zijn op de VVD na ook allemaal per definitie tegen trans mensen. De VVD geeft daarmee overigens meer credits dan het verdient. Maar goed, armoede. De transgenderwet die het makkelijker moet maken voor trans mensen om van gender te veranderen in hun identiteitsbewijs is recent van tafel gehaald in de Eerste Kamer. Omdat onder andere de NSC en de SGP de wet niet meer steunen. Pieter Omtzigt van het NSC heeft zich al langer tegen de basale rechten van trans mensen uitgesproken. Al voordat zijn partij officieel NSC heette. Het is tekenend dat het symbolische regenboogakkoord van het COC alleen ondertekend is door de VVD. Niet door de andere coalitiepartijen. Die bleven thuis voor een persmomentje. Het is symbolisch om die te tekenen. Het is symbolisch om dat niet te doen. Dan het nieuwe kabinet dat eraan komt. De partijen zijn al lang soebatten tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. We zijn eruit ingegaan op de maatregelen van migratie. Over migratie kan ik nog zeggen, bijvoorbeeld Frontex, daar is niks over gezegd. Frontex is een moordzuchtige organisatie die de grenzen van Europa bewaakt, verantwoordelijk is voor pushbacks en verantwoordelijk is voor het tegenhouden van migranten, meestal met de dood tot gevolg. We kunnen ervan uitgaan dat het kabinet dat eraan komt, Frontex alleen nog meer gaat steunen.
En dat de pushbacks alleen nog weer verder aangemoedigd worden. Dat betekent nog meer dode mensen op de Middellandse Zee. Ook wil het komende kabinet meer deals sluiten, zoals de Turkije-deal of de deal met Tunesië. Die al desastreuze effecten hebben gehad. We hebben allemaal de beelden gezien van mensen in de woestijn van Tunesië die honderden kilometers weg zijn gereden en achtergelaten zijn zonder water of zonder eten. We weten niet hoeveel mensen daar verdwenen zijn. We weten wel dat er heel veel mensen dood zijn gegaan. Het is ook belangrijk om te kijken naar het economische plaatje. Ja, er wordt gesproken van lastenverlichting. De maatregelen daartoe zijn onduidelijk en vaag, niet uitgewerkt. Het is ook de vraag wat daarvan waar is. Het is een neoliberale benadering van de economische realiteit waar wij vandaag de dag mee leven. Er gaat enorm bezuinigd worden op de zorg, dat er geen vet op de botten heeft. Dat van een Wilders die eerder nog zei dat de salarissen in de zorg omhoog moesten. Het eigen risico moet omlaag, maar wel pas in 2027 en ten koste van de premie. De voorgenomen verhoging van het minimumloon wordt teruggedraaid. Wat een strop betekent voor iedereen op minimumloonniveau, AOW en bijstand. Bedrijven mogen toch wel hun eigen aandelen aankopen en daarmee kapitaalkrachtiger nog meer kapitaal geven ten koste van de lonen. Voor een kabinet dat zegt dat werken moet lonen, is in de godspe. Ik kan daarvan zelf zeggen, ik werk bijna aan het eind. Mijn aandeel, ze koopt een miljard eigen aandelen in. Paar jaar, maar wil wel dat wij niet al te veel extra loon krijgen. Dat gevecht gaan ze dan aan met de vakbond. En dat gaat alleen maar intenser worden. Daarnaast moet het vestigingsklimaat in Nederland ook beter worden. Feitelijk betekent dit een subsidiëring van multinationals zoals Shell. Dat organisaties als Milieudefensie of Xer heel goed hebben aangetoond, is dat het niet zozeer een subsidie is, maar belastingvoordelen. Als je hoort vestigingsklimaat, denk dan grote zakken geld en grote bedrijven. Wie denkt dat Wilders een linkse economische agenda gaat aanhouden, komt er droog uit. De VVD'ers die massaal naar de PVV gingen de afgelopen verkiezingen, hoeven niks te vrezen van de linkse Wilders. Het is ook duidelijk dat het kabinet set-up te veel is. Veel van deze plannen worden in het hoofdlijnenakkoord gesteund door fantoomcijfers. Bezuinigingen die volstrekt onrealistisch zijn, worden uit een hoge hoed getrokken om de plannen te financieren die in het hoofdlijnenakkoord staan. En dan hebben we het nog niet gehad over dingen die niet in het hoofdlijnenakkoord staan, zoals het docententekort. Dit kabinet ligt op ramkoers met de Raad van State, Brussel, internationaal recht en de realiteit. Het zal crisissen uitroepen waar die niet zijn, zoals een immigratiecrisis is uitgeroepen, dat werk in werkelijkheid een opvangcrisis is, bewust zo gecreëerd door de VVD. Daarnaast wil het kabinet dat studeren, kunst, theater, boeken en kranten alleen nog voor de rijken zijn straks. De BTW gaat omhoog, dan komt de langstudeerboete en wat de PVV betreft wordt de NPO volledig wegbezuinigd. Dit is een keiharde neoliberale lijn, maar ook een die bedoeld is om elke vorm van kritiek weg te houden bij de werkende klasse. Over de langstudeerboete kan ik zeggen, daar is al eens over gedemonstreerd en die is al een keer opgeheven. En mensen in de werkende klasse die bijvoorbeeld laag opgeleide ouders hebben of een kwetsbare financiële positie, lopen een grotere kans op een studievertraging. Juist zij worden keihard getroffen door de langstudeerboete. En het is belangrijk dat we op dit punt organiseren. En dan kom ik bij mijn laatste punt. Wat kunnen we hieraan doen? Ik wil nog even, ik heb nog wel wat tijd geloof ik. Dus. Ik wil nog even zeggen over de aanstaande premier. Het is heel gek dat een plaster die verdacht wordt van miljoenen fraude met een patent, dat die om die reden zich terugtrekt. Maar er wordt nu Dick Schoof naar voren geschoven. En Dick Schoof die de regels van de NCTV, de regels van de veiligheidsdiensten, de Tweede Kamer, activisten, moslims en dergelijke, gewoon als natte kranten behandeld heeft, die daarmee
volstrekt tegen de wet is ingegaan, dat er meerdere keren is aangetoond, daarover de Tweede Kamer zich meerdere keren heeft uitgesproken ook, dat hij dit dan wel kan. Ik denk dat ik liever een frauderende plasterk heb dan een dikschoof. Omdat dikschoof een soort crimineel is op een niveau van, dichter bij het niveau van Henry Kissinger dan iemand die een paar miljoen heeft weggefietst zoals Siewert van Lienen. Een collega vertelde recent aan mij trots dat hij PVV heeft gestemd. Vroeger kon je dat alleen nog maar onder een bepaald gezelschap zeggen, stilletjes tegen elkaar. Je kon er niet heel open over zijn. Dat is niet langer zo. Mensen zijn er trots op. Ik was zelf een stomheid geslagen. Mijn eerste gedachte was, wat zeg ik hierop? Ik dacht gelijk aan mijn collega's. Mohammed, Abdullah, Redwan, Karim, Soufiane. Wat hebben die hem aangedaan? Het is de vraag wat wij als activisten nu moeten doen. Ik denk twee dingen. Blijf het gesprek aangaan met mensen. Niet zozeer om te overtuigen, maar om te laten zien dat dit niet normaal is. Dat de PVV niet normaal is. En dat wij, mensen die wel naar elkaar omkijken, er ook zijn. En dat wij nergens heen zijn gegaan. Daarnaast is een activistische strategie belangrijk. Vakbonden moeten zich uitspreken tegen dit draconische kabinet. En niet alleen zoals de FNV nu doet op het economische beleid, maar zeker ook op het extreemrechtse en het xenofobe beleid. Vakbonden kunnen niet hard maken dat zij divers zijn en er voor alle werknemers zijn, zolang zij er niet voor alle werknemers zijn. Altijd. Dit kan onder andere door met kleine groepen te organiseren. En laat ze maar gewoon merken dat wij er zijn. Organiseer binnen en buiten de vakbonden, binnen en buiten de NGO's, binnen en buiten politieke partijen. Wij kunnen als organisaties bij elkaar sterk genoeg zijn om een katalysator te zijn voor grotere en meer liberale bewegingen, zoals die van bijvoorbeeld een PvdA. Val die partijen maar lastig, vraag ze waarom de PvdA een mogelijke minister-president leeft, twee inmiddels, aan een coalitie die zich duidelijk en onverbiddelijk tegen haar eigen kiezers keert. Trek Timmermans eraan bij zijn oren bij en vertel hem dat links spreken ook betekent dat je links doet. Want wat wij nu nodig hebben is een front en een eenheid. Toen niet, nu niet, nooit bij fascisme. Thank you.